Ton, goedemiddag. Een hele goede middag, Ton. Hallo, de herbieding van de openaar Challenge 71. Ja, een leuke, volgens mij. Een leuke. En daar zit nog een extra leerpunt in, wat Ton daarin verwerkt heeft. Maar daar komen wij vanzelf op. Want wij krijgen deze hand voorgeschoteld. 7, 8, 9, 10, 11 punten. We hebben één schop geopend. Ik heb geopend, ja. En partner biedt twee harten en je bent weer aan de beurt. Ton, deze opening. Randje? Ja, die is eigenlijk gebaseerd op de regel van 11. Of de regel van 20, sorry. Je hebt 11 punten. Met een, en daarbij ben je 11 punten, tel je je twee hoogste kleuren op. Ja. Dat is een 5-kaart en een 4-kaart. En dat samen 9 en dan kom je op 20. Ja. Dus betekent met een 5-kaart en een 5-4 verdeling, hoop je vanaf 11 punten. En als je een 5-3-3-2 hebt, open je vanaf 12 punten. Dus één schoppen, net aan, maar mooi geopend. Ja, trouwens nog één vraag, Ton. Als die singleton harten 9, als dat een vrouw is, open je dan ook? Met 11 punten? Nou, dan doe ik het liever niet. Want dan vind ik het... Want voor die vrouw kan ik toch eigenlijk niks extra's meetellen. Nee. Ja, enkele keer wel. Kijk, omdat ik die 5 keer schop heb, is het wel de moeite waard. Oké, helemaal goed. Maar dit was in ieder geval een schoppenopening. Ja, en nou Ton, jouw analyse, want ja, we hebben het nu over die opening, maar partner heeft twee harten geboden. Dat heb ik ook vaak, mijn partners bieden ook vaak in mijn singleton. En dan ben je weer aan de beurt. Zou jij ons mee willen nemen in jouw analyse, hoe we dit moeten behandelen? Nou, de eerste vraag is weer de vraag, wat belooft twee harten? En dat doen mensen nog wel eens verschillend, hoor. Maar in principe is het gewoon 10 pluspunten en een 5-kaart. Mm-hmm. Dus dat weet ik in ieder geval. En ik weet ook dat hij minder dan een 3-kaart schop heeft. Of hij moet heel sterk zijn. Ja. Dat hij eerst twee harten biedt en dat hij te sterk is voor 4 schoppen. Fit is het inderdaad zeker niet, hè, nog? Nog niet. Ja, daarom. Het kan natuurlijk altijd nog, maar de hoop hebben we nog niet. Ja, en de kans voor een manche. Ja, met mijn 11 punten is die natuurlijk, afhankelijk van mijn partner, met 10 punten is die klein. Ja. Maar als je een partner... Maar hij is er wel. Een partner kan ook een hele mooie opening in zijn handen hebben, dus hij is zeker mogelijk. Dus we moeten de bieding aan de gang houden. Het is een forcing bot, dus we mogen in ieder geval niet passen. Nee, we gaan in ieder geval wat bieden. En dan krijgen we wat je gaat bieden. En dan zal ik eens even weer kijken, wat is er allemaal op Facebook geboden? Ik pak hier de antwoorden die jij hebt ingeschat. 2 schoppen. Een berg. 2 zands. Een nog grotere berg, denk ik. En 3 ruiten, ja, een heuveltje. Dus dit zijn ook wel de 3 antwoorden inderdaad die langs zijn gekomen. En voornamelijk, Ton, 2 schoppen en... 2 zands. En 2 zands ertoe. Ja. Eigenlijk geen andere biedingen dit keer. Ja. Nou, maar wat is jouw keuze? Mijn keuze is 2 schoppen. Ja. Omdat ik eigenlijk, je belooft in principe een 6-kaart, maar het kan nog steeds een 5-kaart zijn. En dan moet partner een beetje rekening houden dat het geen evenwichtige verdeling is als het een 5-kaart is. Dat is eigenlijk de reden dat ik geen 2 stand bied. Mm-hmm. Kan best goed uitkomen, maar na 2 schoppen heeft mijn partner nog alle mogelijkheden. Ja, is ook zo. Hij kan passen als hij een minimale hand heeft. En dan is het prima, want dan kan ik al mijn kleine schoppetjes benutten op eventueel zijn hartes. Ja. Om harten inderdaad af te troeven. Sommige spelen inderdaad ook 2 harten als manche forcing. Maar ook dan speel ik hier ook inderdaad 2 schoppen als een 5-kaart. Ja, wat eigenlijk makkelijk om te onthouden is, dus denk ik, op het moment dat je op 3 niveau een nieuwe kleur biedt, is manche forcing. En dan beloof je echt wat extra. Dus 3 ruiten valt eigenlijk af. Ja, dan beloof je echt wat extra. Je hebt wel die verdeling, maar daar heb je echt wat meer punten nodig. Vanaf een puntje of 14 eigenlijk. 2 sans. Kijk, sans betekent, ik heb een verdeelde hand. Dus niet alleen maar ik heb geen fit met mijn partner. Maar 2 sans is eigenlijk, ja, ik heb een 5-4-2-2 of een 5-3-3-2, maar in ieder geval geen singleton. Ja, als die ruiter 2 nou een harte 2 was geweest, maar ja, dan had ik geen 1 schop geopend. Nee, weet je, zo is het altijd weer, dan is het altijd weer een beetje lastig. Maar dus vandaar. Dus je mag je ook gewoon herbieden op een... 5-kaart. Op een 5-kaart. Dat mag niet in elke situatie, maar in deze situatie is het wel een beetje noodgedwongen, omdat je hier geen overwaarde wil aangeven. Ja. En hier zie je ook hoe wij het geboden hebben. Ton heeft ietsje lastiger gemaakt, want in ons voorbeeld zie je dat
klaver erbij is. Dus daadwerkelijk waren het 12 punten. Maar de winning ging verder. En het leuke is, drie klaveren is hier het March Forcing bot sowieso. En het geeft echt harten en klaver aan. Ja. En nu kon Bob aangeven drie chansen toe. Ik wil dat spelen met een ruitstop. Ja. En zo kan ik mijn 5-5 aangeven. Maar het leren, leerzame punt was inderdaad van, wat moet ik na twee harten bieden? Ons advies, 2 schoppen. Precies. Leuk. Ja, duidelijk. Hey, Tom, hartstikke bedankt voor je analyse en voor je uitleg. En tot de volgende week. En we zien je volgende week. En dan gaan we eens even verzinnen wat voor leuke challenge we na weer op het programma hebben. Uitstekend. Hey, fijne avond. Hoi, hoi.